Goedenavond, het is 30 april en dit is het ATV Nieuws. Ramadan, of de vaste maand van de moslims, is bijna ten einde. Het begon op zaterdag 2 april en eindigt morgen 1 mei met het suikerfeest Eid al-Fitr. Minister Bronte Soumahardjo van Binnenlandse Zaken zegt dat moslims de afgelopen maand hebben gevast vanaf de ochtendschemering tot zonsondergang. De bewindsman geeft aan wat de maand Ramadan precies inhoudt. Het is de maand van geduld, doorzetting, standvastigheid en geestelijke overwinning. Behalve het nalaten van eten en drinken, is het belangrijker dat men ook de gehoorzaamheid aan de Almachtige nastreeft. Tot de vele deugden van Ramadan behoort het kunnen beheersen van de natuurlijke begeerten. De mens is geschapen met deze begeerten. Van belang is echter dat wij leren hoe wij deze begeerten op een duurzame en nuttige manier kunnen inzetten ten voordele van de gehele mensheid. Dit vereist voor onszelf en voor alle medeburgers. Dit respect zal leiden tot liefdadigheid, broederschap, naastenliefde en medeleven. Het gevoel van honger en dorst bij het verrichten van de dagelijkse werkzaamheden creëert het bewustzijn omtrent de situatie van de armen en behoeftigen. Soumahardjo zegt dat dit jaar vanwege de multiculturele diversiteit er verschillende religieuze feestdagen in een maand voor zijn gekomen. In onze multireligieuze samenleving beschouwen we het samenvallen van de maand Ramadan met de Nauratri en de paasperiode als een welkome samenkomst tussen de religieën in onze natie. Immers, zowel de Nauratri, de paasperiode als de vaste maand Ramadan zijn perioden van goedheid, liefheid, vergiffenis, opsporing en bezinning. Als burgers van dit land zijn wij de Almachtige dankbaar voor de overvloed aan goedheid welke hij ons blijft schenken. Het samenvallen van de Nauratri, het Pasen en Ramadan is een duidelijk bewijs dat ondanks de verschillen in overtuiging het toch mogelijk is om in vrede, harmonie en tolerantie met elkaar samen te leven. We beseffen dat dit het daadwerkelijk kapitaal is van ons geliefd Suriname. Een uniek boeket met de verscheidenheid aan bloemen tussen alle landen van de wereld. Geachte landgenoten, aan het eind van deze Ramadanboodschap vraag ik de totale Surinaamse gemeenschap om de onderlinge saamhorigheid tijdens het Eid al-Fitr-feest verder uit te diepen. De vastenmaand Ramadan wordt afgesloten met het gezamenlijke Eid-gebed. Dit wordt als vanouds na 2 jaren van COVID weer op het Onafhankelijkheidsplein gehouden op maandag 2 mei.